Welkom bij de renovatie van de Schakel, gemeenschappelijke accommodatie van de peuters, biljarters en scouting Leunen. Een gemeentelijke accommodatie geweest. De Schakel is een gemeentelijke accommodatie geweest in Leunen. En begin 1993 heeft het college van BMW ingestemd met handhaving van de Schakel. Er bleek toen dat er geen draagvlak was voor vervangende nieuwbouw of aanbouw aan het gemeenschapshuis. Besloten is 290.000 gulden uit te trekken om achterstallig onderhoud weg te werken. Dit hele plan om de Schakel bij de Brink te voegen is in juni 1995 verlaten. En toen is besloten in het kader van Keerpunt, een gemeentelijk project om accommodaties te privatiseren, de Schakel in eigendom over te geven aan de drie gebruikers. Zij zouden, als er meer duurlijkheid is, sowieso niet gekomen om te praten. Een groot interview in de krant en met de opening dienst de wacht. Dat is vast geregeld. Dat kan bij de activiteiten. Ja. Zaken alleen officiële mededeling, dus ook statuten die goedgekeurd zijn, dat zien ze nou nog niet. Dus ze moeten nog wel bijgepolijst worden, dan gaan die naar de deurstraat, zodat zij ze ook rest kunnen kiezen. En we hebben zelfs al aangeboden om eventueel in een openbare vergadering van de deur. Maar je kunt een dubbele deur in. Dat is veel te doen. Dag bedenk. Daar heb ik geen mooie baantjes van. Een van de succesvolste activiteiten om de Schakel te helpen is het Lunch Zomerfeest geweest. Op een prachtige dag in juli hebben de organisatoren besloten om een bepaalde som geld aan de beheerstichting over te maken. Zonder deze bijdrage was de speelplaats niet opgeknapt. Als dank voor hun bijdrage aan de renovatie van de Schakel is besloten Piet Hermans opdracht te geven een tegel te bakken. Deze tegel zal tot een lengte van dagen in de speelplaats te zien zijn. Naast geld van de gemeente is geprobeerd fondsen aan te schrijven om de nodige financiële middelen aan te vullen. Dit is een groot succes gebleken. Ongeveer 40.000 gulden is via fondsen opgehaald en in de renovatie gestoken. Daarnaast zijn er verschillende acties van de gebruikers geweest om de financiële middelen aan te vullen. Zo heeft Scouting een flessenactie georganiseerd,
hebben de peuters kalenders gemaakt en de ouderen van Leunen hebben spontaan een gift gestort in de pot van de renovatie. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a bobtail nag, 244 his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a just like the ones I used to know, where the treetops. Besloten werd om in samenwerking met de gemeente een plan op te zetten om de schakel te privatiseren en te renoveren. Uitgangspunt was dat de gebruikers met behulp van vrijwilligers een groot deel van de renovatie voor hun rekening zouden nemen. Afgesproken werd om de renovatie in fasen te laten verlopen. Eerst het gedeelte van scouting op te knappen, daarna het gedeelte van de peuters en de ouderen. Tijdens de renovatie zouden de gebruikers dan elkaars verblijfsruimte kunnen gebruiken, zodat hun activiteiten niet hoefden te stoppen. In samenwerking met de gemeente is het plan van de renovatie daarna uitgewerkt. Heel veel vrijwilligers zijn aangespoord om mee te helpen de renovatie te kunnen voltooien. In de zomer van 1996 is begonnen met het hele plan en zoals op de videobeelden te zien is, is een en ander heel snel verlopen in goede samenwerking met aannemer Van Ol.
kuien zijn vervangen, mag je wel zeggen, door de ouderen in Leunen. Vol enthousiasme hebben zij keer op keer de puien eruit gehaald, het glas verzameld, zodat de... In samenwerking met aannemer Van Ool is besloten het dak en de puien uit te besteden, zodat uitgespaard kan worden op de onkosten voor de hele renovatie. Er is ongeveer voor 80.000, 90.000 gulden zelf werkzaamheid verricht, zoals op de beelden wel te zien is. Om de gebruikers op de hoogte te houden, is er om de twee maanden een gebruikersbijeenkomst geweest, waar de stand van zaken zoals die op dat moment was en de plannen voor de toekomst besproken werden. Vooral de financiële middelen moesten goed in de gaten gehouden worden, want afgesproken is met de gemeente om geen schulden te maken en de gebruikers zelf wilden na de renovatie geen schulden hebben, zodat ze met een schone lei, met een nieuw gebouw, konden starten. Tijdens de renovatie bleef het contact met de gemeente Venray optimaal. Voortdurend is ruggespraak gehouden over de voortgang van de werkzaamheden en met name de juridische zaken zijn met de gemeente uitstekend afgerond. Oorspronkelijk was het de bedoeling het gebouw alleen aan de buitenkant op te knappen, het dak en de kozijnen dus met name. Tijdens de renovatie is besloten om ook de binnenkant een goede beurt te geven. Dat betekende enorm veel schilderwerk en schoonmaakwerk om het gebouw voor de gebruikers weer acceptabel te maken. Een voorbeeld van vrijwilligerswerk zijn de prachtige schilderingen die in het gebouw zijn aangebracht door Marleen Bartels en Gerrit Voermans. Toon van Dijk, de grote man achter de bouwcommissie, hier met de bijtel in het werk. Dat moet allemaal bijgehouden. Lekker! Gebleken is dat de gemeente Venray trots is op dit pilotproject.
En de beheerstichting is gevraagd om in geval van een nieuwe privatisering in de gemeente Venray met raad en daad bij te staan. Ook is besloten, omdat er nog wat geld over was, om de keukens geheel te renoveren. Alle gebruikers hebben een nieuwe keuken gekregen die zij weer met eigen mensen hebben geplaatst en geschilderd. Ook de achterkant van het gebouw behoefde een opknapbeurt. De Joekskapel heeft de handen uit de mouwen gestoken en het hele achterterrein geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Tijdens de renovatie bleek dat ook de speelplaats een opknapbeurt nodig had. Via de dorpsraad is een potje aangesproken dat speciaal voor deze doeleinden is bestemd. En met deze pot kon de hele speelplaats worden gerenoveerd en konden speeltoestellen worden geplaatst. Ongeveer 125 vrijwilligers hebben meegewerkt aan de opknapbeurt van de schakel. Van breekwerk tot schilderen, van poetsen tot het afvoeren van afval. Er is zelfs een prachtige videopresentatie gemaakt. Zonder al die vrijwilligers was renovatie onmogelijk geweest. Op zaterdag 19 april was er voor al die vrijwilligers een bedankje in de vorm van een borrel.
Voor van al jullie vrije tijd wil ik jullie hartelijk bedanken. Ik kan niet meer zeggen als hartelijk bedanken, want ik zie nu weten dat we anders die, al die uren moeten verboeien. Op een andere manier dank u dus wat we vanavond willen doen. Uiteindelijk kunnen we met trots terugkijken op deze renovatie, want in eendrachtige samenwerking hebben de ouderen, de peuters en scouting dit resultaat bereikt.